De vorige keer in het PNM Sinterklaasverhaal leiden Pablo en Pepita een klein Pietje op. Hij moet gimmen, rijmen en pepernoten bakken. Hallo! Wij hadden een afspraak. Dat klopt, ik zal even de bakker halen. Ja, dat is goed. Spannend, hè? De bron probeert ondertussen roet in het eten te gooien. De politie ontdekt dat de bron ontsnapt is uit zijn cel. Burgemeester, de bron is zojuist uit zijn cel ontsnapt. Ik zou zeggen, aan de slag en hou mij op de hoogte. En mocht je iets weten, bel me even op. Maar hou het vooral stil, want ik wil niet dat alle kinderen in Peerlamaas ongerust worden. Hoe gaat dit verder? Dit is het PNM Sinterklaasverhaal. 10.000 zwarte pietjes glijden door de schouw. 10.000 schoonkadootjes zijn op weg naar jou. 10.000 chocoletters kleuren de horizon. 10.000 pepernoten, maar geen één voor de baron. 10.000 zwarte pietjes glijden door de schouw. 10.000 schoonkadootjes zijn op weg naar jou. 10.000 chocoletters kleuren de horizon. 10.000 pepernoten, maar geen één voor de baron. Kom maar, ik zal de deur. Welkom in de bakkerij. Oh, dus u gaat leren aan Diego hoe hij pepernoten moet maken. Ja, ik heb het deeg al klaar liggen. Oh, geweldig. Kijk, heb je al eens vaker pepernoten gemaakt? Nee. Oké, nou dan gaan we dat je leren. Oh, nou maakt hij stukjes, zie je dat? Dan kunnen we dan pepernoten rollen. 1, 4, 5, 7, ja. Ja, dan mag jij nu. Ja, zorg dat ze allemaal gelijk zijn. Je doet het super, Diego. Ja, en dan bolletjes rollen. Zo, dat is de laatste. Ja, dan kunnen we nu gaan bakken. Nou, dan gaan we naar de oven. Een half uur is voorbij. Zullen we kijken of ze gaar zijn? Ja, gaan we doen. Wat denk je? Ik denk dat het wel zo gaat. Dat denk ik ook. Zullen we even proeven? Ja. Lekker. Super lekker. Zo, zijn jullie weer lekker aan het proeven? En zijn we helemaal klaar? Ja. Nou ja, bedankt voor de demonstratie en de uitleg. En heeft Diego het goed gedaan? Ja hoor, hij mag zo in de bakkerij komen werken. Maar dan mogen we ook weer een extra vinkje zetten, hè? Eens even kijken, pepernoten bakken. Ga je mee?
Zo, nou, kom maar. Dankjewel, bakker. Tot ziens. Doei. Zo. Moeten jullie nog allemaal voor werken, Pablo? Ja, het is niet anders. Dat halen we nooit. Piet, hè? Dag Sinterklaas. Jullie zijn zo druk bezig. Ik heb jullie al een poos niet meer gezien. Schiet het een beetje op? Nou, Sinterklaas, eigenlijk gaat het prima, Sinterklaas. Het kleine Pietje doet het hartstikke goed. En we hoeven nog maar een paar lijstjes in orde te maken. Zijn dit alle verlanglijstjes? Ja, Sinterklaas. Dan zou ik maar opschieten, want het is zo 5 december, hoor. Ja, Sinterklaas. Ja. Zie je nou wel? Zelfs Sinterklaas zegt dat we het op deze manier nooit zullen redden. Ja. Een springtouw. Fikken we een springtouw? Oh, kijk. Nou, dan leggen we die op de stapel met springtouw. Jouw hulp kunnen we echt goed gebruiken. Maar dat is het. Als we de kinderen in Pelemaas nou eens vragen om ons te helpen. Maar we hebben het kleine Pietje toch? Ja, maar ik bedoel nog meer kindjes. Dat we naar een schoolklas gaan en hen vragen om te helpen. Dat is misschien nog niet zo'n gek idee. De Pieten gaan naar een school toe. Daar zijn de kinderen bezig met rijmen. Wat rijmt er op Piet? Friet. Heel goed. En wat rijmt er op tulp? Hulp. Heel goed. Oh, wat een verrassing. Wat komen jullie doen? Nou, precies wat Pablo zegt. We hebben wat hulp nodig. En waarmee kunnen we jullie helpen dan? Nou, we hebben wat kinderen nodig die ons willen helpen met het uitzoeken en inpakken van cadeautjes. We hebben namelijk wel alle verlanglijstjes, maar we gaan het niet halen op deze manier. Ja, en we dachten eigenlijk, misschien kunnen jullie dan helpen. Ja! En aangezien jullie toch met een rijmlesje bezig waren, dachten we, misschien kunnen jullie dit lief Pietje helpen met rijmen. Nou, wat denken jullie kinderen? Kunnen we dat? Ja! Zoek maar een plaatje. En wie wil er dan met ons mee? Tijmen, Julie en Trang. Jullie mogen mee. Hey, Diego, ziet ze? Doei! Zal ik eens even een mooi spoor van pepernoten achterlaten? En nog een nootje, ja, ja. Kijk, en daar gaan ze. Nog één. En nog één. Veel te gevaarlijk voor kinderen. Thank you.
Sinterklaas zat te denken. Wat hij jou toch eens zou geven? Nee, het is wat hij jou toch eens zou schenken. De volgende. Hij kijkt in alle hoeken en spleten. Of hij iets is vergeten. Sinterklaas. Is in Pieterbaas. Heel goed, super. En de laatste, de juf. Ruimt zich suf. Hé, hey, top, goed gedaan. Zo, dat was de ruimles. Hé, hey, een pepernootspoor. Hou goed van Pablo en Papita. Zo kan ik makkelijk de weg terugvinden naar het Pieterhuis. Het kleine Pietje volgt het pepernotenspoor. Maar wat hij niet weet, is dat de Pieten het spoor niet hebben gelegd, maar de bron. Zo, dat hadden we bij elkaar. Dankjewel voor de hulp. Zo hé. Maar wacht eens even. Die kleine Pietje had er eigenlijk al lang moeten zijn. De school is toch al lang uit. Ja. Zou het rijmen misschien toch niet zo goed zijn gegaan? Of zou die zijn verdwaald? Ik weet het niet, maar ik begin me eigenlijk wel een beetje zorgen te maken. De cadeautjes moeten bovendien nog bezorgd worden. En wat te denken van die 10.000 pepernoten? En? Nou, de juffrouw zei dat Diego gewoon naar huis toe was gegaan. Hij was in ieder geval niet meer op school. Maar dan moet hij zijn verdwaald. Verdwaald? Hoe kan hij hier nou verdwalen? In Spanje zou ik het nog kunnen begrijpen. Maar hier in Pelamaas... Dit? Het is een brief. Een brief? Een brief van wie? Beste Pablo en Pepita, jullie beste vriend zit gevangen. Er is maar één manier om hem terug te krijgen. Dat is door kasteel de Keverberg weer aan mij terug te geven. Ik zie jullie om 14 uur exact met de overdrachtsakte bij het kasteel. Alleen dan krijgen jullie het kleine Pietje weer terug. Anders, de baron. De baron? De baron? Is de baron terug? Oh nee, Pepita, de baron is terug. En nu? Wat nu? We moeten rustig blijven. Ja. We gaan naar de burgemeester, die kan ons wel helpen. We gaan naar de burgemeester. Burgemeester. Oh, schrik ervan. Oh, sorry. Mogen we u heel even storen? Ja, natuurlijk. Ja. Wat is er aan de hand? Zullen we even naar mijn kamer lopen? Ja. Ja? Graag. Kom. Zo. En, kleine Pietje. Nou vertel jij mij maar eens even. Hoeveel
pepernoten liggen er in het pakhuis. Dat mag ik niet zeggen, dat is geheim. Oh, maar tegen mij kun je alles zeggen. Ik houd alles heel geheim. Heel veel, voor alle kinderen in Belema. Ah, mooi. En ook voor dit lieve kindje hier? Ik denk het niet, want jij bent niet lief geweest. Wat? Niet lief geweest? Pas jij maar eens op dat die vrienden van jou op tijd komen. Anders is het Sinterklaasfeest voorgoed voorbij. Oh, maar niet lief geweest. Zie je wel? U wist dat de baron vrij was. Ja, maar ik heb een plannetje. We maken een nepbrief, lokken de baron met het kleine Pietje naar het kasteel en arresteren hem dan. Ik bel meteen de politie. Als jullie even wachten? Ja. Dat gaan we doen. Ja, ja, dat zou je willen. Nog een uur en nog een uur. En ik hoop voor jou dat ze komen, want anders... Ja. Goed. Dat is dan afgesproken. Ga ik dat nu tegen de Pieten zeggen. Dag. Nou, ik heb goed nieuws. Alles is geregeld. Jullie gaan nu met deze nepbrief naar het kasteel. En ik zorg dat hier alles goed verloopt. Afgesproken? Ja, super. Dankjewel, burgemeester. Alsjeblieft. Kom, snel. Kom, snel. Dankjewel. Dankjewel. Dag. De tijd verstrijkt. Het is 2 uur. De Pieten staan met de politie klaar om hun plannetje uit te voeren. Ze hebben hun nep-eigendomsbewijs bij zich. Wanneer de politie het sein geeft, gaat de actie beginnen. Ja, kom maar. Kijk, daar komen ze. Zo, Pieter. En dat is het eigendomsbewijs. Het Pietje. Eerst het Pietje. Ik tel tot 3. 1, 2, 3. Paas! Verdorie, potverdorie nog een toe. Jongen, jongen, rabbet! Gelukkig, je bent er weer. Wat heeft de baron met je gedaan? Niet veel, ik was niet bang hoor. En wat nu? Wat nu? Nu gaan we natuurlijk een feestje bouwen. Maar eerst even afrekenen met de baron. Kom, snel! Dat had ik net ook kunnen doen hoor. Oh, kijk, ja, we hebben een hoed voor. We hebben een hoed. De hoed gaat ook mee. Kijk, daar gaat hij jongens. De baron zit weer veilig in de cel en het kleine Pietje is weer terug
bij Pablo en Pepita. Hij is geslaagd voor het Pieter-examen. Ik zie dat je alle taken hebt gedaan. Keurig. Dan ben je nu geen Pietje meer, maar dan ben je een echte grote Piet. En hier is je diploma. Het Sinterklaasfeest is weer gered. De baron zit weer in de gevangenis. De Pieten hebben hulp gekregen van een nieuwe Piet. En de cadeautjes voor 5 december zijn op tijd ingepakt. Om er weer een mooi feest van te maken. Een fijn Sinterklaasfeest. Ga je mee, we gaan er samen op uit. Ja, we komen eraan. En nemen een klein schattig Pietje mee. En we vragen alle kinderen heel luid om ons bij te gaan staan. En de kindervriend knikt dan heel tevreden. Kijkt knipoogt naar de cadeautjes hemelhoog. 10.000 zwarte Pietjes glijden door de schouw. 10.000 schoonkadootjes zijn op weg naar jou. 10.000 chocolettes kleuren de horizon. 10.000 pepernoten, maar geen één voor de baron. Helpen jullie ons weer allemaal mee? De baron moet echt weg. We kunnen hem 10-dubbel dik verslaan. We zijn het Pietje kwijt, o hemeltje, nee. Het is me wat zeg. En een lief klein kindje hier ver vandaan kijkt knipoogt naar de cadeautjes hemelhoog. 10.000 zwarte Pietjes glijden door de schouw. 10.000 schoon cadeautjes zijn op weg naar jou. 10.000 chocolettes kleuren de horizon. 10.000 pepernoten, maar geen één voor de baron. 10.000 zwarte Pietjes glijden door de schouw. 10.000 schoon cadeautjes zijn op weg naar jou. 10.000 chocolettes kleuren de horizon. 10.000 pepernoten, maar geen één voor de baron. Pietjes, 10.000 schoon cadeautjes, 10.000 chocolettes, 10.000 pepernoten, maar geen één voor de baron. 10.000 zwarte Pietjes glijden door de schouw. 10.000 schoon cadeautjes zijn op weg naar jou. 10.000 chocolettes kleuren de horizon.